Vandaag een verdrietige dag voor Eindhoven en PSV. Ja, het zat er natuurlijk al aan te komen. Hè. We wisten dat Willy met zijn gezondheid hard achteruit ging. Maar wanneer je dan op zo'n maandagochtend het nieuws hoort, dan komt het altijd binnen. Een familieman, een echte clubman, een man die waar de club voorop stond en niet zozeer Willy zelf. Willy was eigenlijk de gemoedelijke man die zich eigenlijk terugtrok wanneer het er hard aan toe ging. En dat komt wel een beetje overeen met het gemoed hier van de omgeving, zeg maar. Als je bij je leven al een standbeeld krijgt naast het stadion. Hij wordt Mr. PSV genoemd. Hij wordt de beste PSV'er ooit genoemd. Ja, als je dat bij je leven al bereikt hebt, zegt dat alles. En dat wordt eigenlijk ondersteund door alle cijfers die je eigenlijk vandaag voorbij ziet komen. Vroeger bij het ouderlijk huis van mijn moeder hadden ze een benzinepomp. En daar kwam Willy ook altijd tanken en een bakje koffie drinken. En mijn oom heeft zelfs bij PSV gevoetbald. Vandaar die vriendschap ook. Waardoor ik hem een klein beetje persoonlijk heb leren kennen. Ik heb hem niet al te vaak mogen ontmoeten, maar als ik hem mocht ontmoeten was het altijd, hey, hoe is het? Nou speelde Van der Kuijlen ook samen met naam als Cruijff. Denkt u dat Van der Kuijlen misschien een beetje ondergewaardeerd is eigenlijk? Ja, dat, ik vind het heel lastig om te vertellen. Ik heb ook gezien wat het betekent toen Cruijff overleed. En dat was natuurlijk een wereldster. Dat zag je ook in alle reacties die er wereldwijd waren. Maar als je de vergelijking maakt, voor ons is eigenlijk, en dan laat ik dat als een groot compliment beschouwen wat ik nu ga zeggen, is Willy van der Kuijlen de Cruijff van PSV. Wat is uw mooiste herinnering aan Willy van der Kuijlen? Dat ik een keer tegen hem voetbalde. En dat stelde van mijn kant weinig voor. En Willy die had er ook weinig zin in. Dat was een beetje met jeugdleiders tegen elkaar en zo. En toen op een gegeven moment vroeg hij 5 minuten voor tijd, hoeveel is het? Vroeg hij aan Huub Stevens, die deed ook met hem mee. En Huub zei 1-1. En toen zei hij iets van, wacht maar. En toen maakte hij 2 of 3 specifieke kapbewegingen, legde die bal in de bovenhoek en zei toen van, nou, we kunnen naar huis.